Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven Nederland komen amper wolken voor, maar ten zuiden van ons land zien we ze wel liggen. En heel langzaam komen die dichterbij. Maar voor de ochtend betekent dat nog eigenlijk niets. Met volop zonneschijn en temperaturen van 8 tot 11 graden. Wel een stevige wind uit het oosten, matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. Die wind hebben we vanmiddag ook, dan neemt in het zuiden van het land de bewolking wat toe. Maar daar wordt het wel 20 graden. In het noorden blijft het zonnig, met op de Wadden en ook in Friesland en Groningen temperaturen van een graad of 15. Vanavond breidt de bewolking zich langzaam uit. En misschien dat er in het zuidwesten van het land al een eerste onweersbui valt. In de nacht kunnen er dan wat meer buien vallen, maar de kans op onweer is dan klein. Morgen, een wisselvallige dag met eerst wolkenvelden en wat buien. Later, meer zon tussendoor, maar ook dan niet helemaal droog. En de temperaturen liggen dan tussen de 14 en 16 graden. Kijken we dan verder in de week, dan zien we woensdag vergelijkbare temperaturen. 13 tot 16 graden. En eigenlijk is dat ook het geval voor de dagen die volgen. Hoewel het kwik langzaam iets gaat inleveren. Het blijft wisselvallig, met op donderdag de minste kans op buien. En verder is er af en toe wat zon tussendoor. Met die buienkans die er toch steeds is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.